Hoe kan een arts je botten laten groeien? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie voorstellen aan Kato. Kato is een patiënt van mij en op deze foto is ze zeven jaar. En Cateau die heeft het syndroom van Crouzon. Dat is een heel zeldzaam syndroom. Eén foutje in je DNA en dat zorgt ervoor dat je botten van je schedel niet normaal groeien. Dat heeft heel veel consequenties. Dat zorgt er bijvoorbeeld dat je schedel niet meegroeit, terwijl je hersenen heel hard willen groeien, vooral in je eerste paar levensjaar. Dus je hersendruk wordt te hoog. Je oogkassen groeien niet naar voren. Dus je oogkassen zijn veel te ondiep voor je oogbollen. Dus daarmee heeft ze van die Bolle ogen. Haar bovenkaak ligt ver naar achter toe. Dat zorgt dat haar ademweg te nauw is, waardoor ze met name s'avonds, want als je slaapt, zakt ook nog je tong een beetje naar achter. Dat gebeurt bij ons allemaal. Maar als jij al een nauwe bovenweg hebt, boven, een bovenste luchtweg, dan krijg je dat je daar heel veel moeite krijgt met ademen. Dus op alle niveaus is dit een hele nare aandoening door een foutje in je DNA. Kato heeft heel goed door wat dit syndroom voor nadelen met zich meebrengt. En heeft daar zelf een spreekbeurt over gegeven. En eigenlijk kan zij het het beste zeggen. Dus uit haar spreekbeurt, wat betekent dit syndroom voor Kato? Ik had een ander gezicht. Ja, dat is natuurlijk heel confronterend. als jij zes jaar bent, krijg jij al door als je er anders uitziet dan een ander. En word je daar heel erg mee geconfronteerd. Heel veel operaties. Ze had er toen al 27 gehad. Ik mag niet koprollen. Ja, dat is natuurlijk echt heel vervelend als je zeven jaar bent. Ze had een drain om het extra hersenvocht af te voeren en ze kon dus niet goed ademen. Nou, duidelijker kan ik het eigenlijk niet maken hoe vervelend het is om de ziekte Crouzon te hebben. Dit soort aandoeningen zijn natuurlijk extreem zeldzaam. We worden in Nederland voornamelijk geopereerd in het Erasmus MC. Omdat het zo zeldzaam is, kun je het beter op één plek doen. En ja, dit is mijn grote passie om dit soort operaties uit te voeren en te proberen tot het best mogelijke resultaat te komen voor deze kinderen. Dat doe je natuurlijk ook niet zomaar. Daar gaat een heleboel onderzoek aan vooraf voordat je iets kan gaan opereren. En dan beginnen we weer eh, bij de 1900 ongeveer en toen was er een eh, dokter Lefort en die ging eens uitzoeken van hoe werkt dat eigenlijk met die schedels. Als die botbreuken oplopen dan lijkt het erop dat het altijd op een bepaald vast patroon loopt. Bedenk weer geen röntgenfoto, geen ct-scans, helemaal niks. Dus wat ging hij doen? Dat ging hij onderzoeken door kadavers te nemen, en ze naar beneden te gooien van grote hoogte, een pianopoot, gewoon hard te slaan op die schedels. En dan is dissectie kijken wat er gebeurt. Op dat moment heel interessant. Hij had eigenlijk nog niet zoveel ogen wat hij ermee zou kunnen. Maar we hebben nu dus een mooie beschrijving van de Le 1, 2 en 3, afhankelijk van welk niveau jouw kaak breekt. Dat zijn hele vaste patronen. Dit zie je bij letsels van mensen die bijvoorbeeld door een auto eruit slaan. Dan kan je precies zien of de levoor 1, 2 of 3 is. Interessant, maar op dat moment werd er verder niet zoveel mee gedaan. Dan maken we een sprong en komen we in 1950 uit, jaren 50 zit een, een grote Russische chirurg, een orthopeed, en die denkt, ik wil benen langer maken. Er zijn allerlei mensen met te korte benen en hoe kan ik die nu eens langer maken? Nou, hij zit er echt als een soort chef-kok bij die zijn eerste Michelinster heeft behaald. Hij heeft een prachtige stellage bedacht. Dat kon hij onder je, om je benen heen zetten. Hij zaagt je bot door en gaat langzaam die twee delen van je botstukken uit elkaar trekken. Distractie noemen we dat. En het werkte. Als je het maar langzaamaan doet, krijg je gewoon nieuw bot tussen die twee botvlakken. Dat had wel een nadeel. Er was nauwelijks antibiotica voorhanden. En je onderbenen zijn de slechtst doorbloede delen van je hele lijf. Dus dit ging nogal eens fout. Bij hem lukte het wel, maar eigenlijk iedereen die het daarna probeerde, zei: Nou, dit is echt kansloos. Niet meer doen. Het werkt niet. Dus ook dat werd weer in de koelkast gezet en eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Dan is het jaren 60. Komen we dokter Tessier tegen in Parijs, een plastisch chirurg. En die werd geconfronteerd met patiënten met de meest complexe aangeboren afwijkingen. En als je nou naar deze foto's kijkt, met name naar de bovenste foto, dan kan je misschien wel bedenken: die man heeft hetzelfde als wat Cato heeft. Het syndroom van Crouzon. Op dat moment weer nul oplossingen om dit op te lossen. Tessier dacht. Ik ga ook weer van vooraf aan beginnen. Ik ga naar de snijzaal. Ik ga kijken op kadavers. Wat kan ik bedenken om hier iets aan op te lossen? En die werd geïnspireerd door het werk van Lefort. Die dacht, misschien kan ik die breukvlakken wel gebruiken om na te bootsen met mijn zaag in de operatiekamer. En die botstukken dan naar voren trekken. Dat werd een groot succes. Hij ging dat presenteren in Rome op een, op een groot congres. En een aantal mensen dachten, nou, dit, dit is echt briljant, dit is echt de toekomst, dit gaan we doen. En er zaten onder andere twee eh, plasticchirurgen uit Rotterdam bij. En dat is dus ook de reden waarom de chirurgie nog steeds in Rotterdam zit. Dus Tessier is echt weer eh, baanbrekend dat hij dit soort dingen zomaar ook uiteindelijk op een patiënt is gaan doen. En toen het echt goed ging, dacht, als het werkt, moet ik het ook op een kind kunnen uitproberen. En het werkte. Dus tegenwoordig doen we die operaties op kinderen. Um, wat nog wel een nadeel was, is dat je dit in één keer naar voren moest zetten. Die bovenkaak of die oogkas. En je kwam niet zo ver. Dan kon je een klein centimetertje als je heel hard trok. Maar je werd tegengehouden. Je spieren houden tegen. Je bloedvaten, je zenuwen, je huid. Die geven niet mee. Dus je kon maar een klein beetje verplaatsen. En we zochten dus naar meer. En um, dat is altijd leuk als er oude ideeën zijn waar iemand ineens denkt van. Hé, hey, daar was iets voor. En toen kwam uh, Joe McCarthy, die dacht. die Elisarov, die was zo gek nog niet met zijn distractie. En het werkte niet in benen, maar misschien wel in een gezicht. Want dat is het best te bloeden deel van je lijf. Dus veel minder kans op infecties. Nou, die is eerst heel voorzichtig begonnen aan onderkaken te verlengen. Dat deed hij bij honden, niet meteen bij mensen. Maar hij toonde aan dat het werkte. En dat het echt veilig ging. En dat je hele mooie lange onderkaken kon maken met nieuw bot. Dat is die vervolgens op mensen gaan uitproberen, op kinderen. En daar zie je hier een voorbeeld van. Dit jongetje heeft dus als aan aangeboren afwijking nauwelijks een onderkaak. Nou, dan kan je weer bedenken dat dit een enorm probleem is voor zijn luchtweg. En bij dit kind heeft hij dus de kaak doorgezaagd aan beide kanten. Dan zet je daar een metalen pinnen door aan beide kanten, schroefdraadje en langzaam draai je die twee botstukken uit elkaar. En kom je tot het volgende resultaat, waarin de jongen een veel beter profiel heeft, maar een goede ademhaling en veel beter kan kouwen, kan eten, dus alle belangrijke functies die hij nodig heeft. Nou, terug naar Cato. Cato heeft dus het syndroom van Crouzon, een te kleine schedel, ondiepe oogkassen, een terugliggende bovenkaak en eigenlijk staan er ogen ook nog te veel uit elkaar. Nou, dat willen we allemaal combineren tot één operatie. Dus we willen de oogkassen naar elkaar brengen. Het liefst de bovenkaak ook nog een beetje breder maken. En dan het hele gezicht, bovenkaak, oogkassen, voorhoofd, alles naar voren brengen. En in de volgende animatie kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus geen bloederige video's, gewoon een keurige animatie. Hier zie je het skelet. Wij maken dus de hele bovenkaak, oogkassen, alles maken we los. Ook het voorhoofd gaat nog mee los. We zagen een stuk bot tussen de oogkassen uit. En beide helften worden naar elkaar toe geroteerd. Op dat moment hebben we eigenlijk alleen nog maar in deze beweging gecorrigeerd. Vervolgens willen we dit allemaal nog naar voren toe brengen. Dat doen we dus met distractie. En dat kun je zien op het volgende plaatje hoe dat eruit ziet bij Cato. Dit is zo'n frame wat bij haar gebruikt is voor distractie. En dat heb ik hier meegebracht. Bij dit frame hier hebben we de mogelijkheid om de, de verbindingen te maken met de ijzerdraadjes die we aan haar botten vastzetten. Het hele frame wordt vastgezet aan de schedel. Dus met schroeven zetten we dat vast in het bot van je schedeldak. En vervolgens krijgen de ouders een schroevendraaier van ons. En wat paracetamol. Dat is genoeg. En met die schroevendraaier gaan ze elke dag een halve millimeter al die schroefjes aandraaien. En je stopt wanneer het genoeg is. In volgende kan je zien hoe dat dan op een CT eruit ziet. Dus dan zie je duidelijk van hoe we die hele oogkassen hebben verplaatst. En daarna kan je zien hoe het er nu uitziet bij Kato. Zijn we nou meteen helemaal klaar met Kato? Nou nee, want we weten dat... Het bovenste deel, voorhoofd, oogkassen, dat is op deze leeftijd eigenlijk mooi uitgegroeid. Dus dat is vrij definitief. Maar wat je nog krijgt, is dat je onderkaak, die blijft nog meegroeien tot aan je achttiende. En de bovenkaak, die wil niet groeien bij dit syndroom. Dus als hij achttien is, dan zullen we nog een Levoer 1, dus een relatief kleine operatie. Alleen de bovenkaak, die zetten we dan nog een stukje naar voren, zodat die mooi past op de onderkaak. En haar koufunctie weer helemaal optimaal is. Dus wat we bij haar doen met zo'n operatie, we zorgen voor ruimte voor de hersenen, we zorgen dat er ademhaling normaal is, de ogen kunnen weer mooi in de oogkassen liggen, de oogleden kunnen dicht, ze kan beter eten, ze kan beter ademhalen. En wat wij ook geleerd hebben is dat wij niet gaan zeggen tegen Kato: wat ben je mooi geworden? Want dat geeft het signaal dat ze dat daarvoor niet was. En dat is nou precies wat je dus niet moet doen. Dus het gaat er niet om mooi, het is functioneel. En je kunt vragen: van wat vind je er zelf van Cato? En dan kan ze jou heel goed zeggen wat ze ervan vindt. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Nou, die distractietechniek, dit is natuurlijk een hele extreme, die we bij uitzondering doen. Maar we kunnen ook in de meer voorkomende schedelafwijkingen gebruiken we ook al distractie. En dat is op een relatief simpele manier. En dat doen we voor boodschedels. Dat zijn kinderen. Die zijn geboren met een schedelnaad die van je voorste naar je achterste fontanel loopt, die al dicht zit. Nou, dat zie je heel goed op dit plaatje, CT-scan. Deze naad zit dicht bovenop en die zorgt er normaal voor dat je botten in de breedte kunnen groeien. Als dat dus niet mogelijk is, dan blijft je hoofd heel smal en dan krijg je heel veel extra groei in de lengte. Dus het wordt een heel lang, heel smal hoofd. Ziet er niet alleen afwijkend uit, maar het heeft een redelijke kans op ook weer een te hoog hersendruk. Dus reden voor ons om eraan te opereren. Nou, wat we tot voor een paar jaar geleden deden is een grote snee maken van oor naar oor, je hoofdhuid helemaal scalperen, heel je schedelbot eraf halen samen met de neurochirurg en dat helemaal weer terugzetten in de plek zoals het had moeten zijn. Hele grote operatie, veel bloedverlies voor zo'n klein kind. Ook daar zijn we Teruggegaan naar kunnen we dit niet simpeler doen en kunnen we die distractie niet gebruiken. Nou, een mooie animatie zonder bloed die laat zien hoe we dat tegenwoordig doen. We maken twee kleine sneetjes. Daarlangs opereren we. We maken twee snedes in het bot parallel aan die dichtzittende schedelnaad. Zoals je hier mooi uitgebeeld ziet. En daarin plaatsen we veren. En die hebben eigenlijk een beetje het effect zoals je van een veiligheidsspeld kent. Dus hij springt open als je hem open laat staan. En als je de pootjes naar elkaar toe brengt, dan komt hij op spanning te staan. Nou, we zetten hem met de pootjes naar elkaar toe in het bot. En langzaam duwen ze over twaalf weken tijd heel jouw botstukken uiteen. Eigenlijk bootsen we dus na wat die schedelnaad had moeten doen als die niet dicht had gezeten. Nou, die vieren halen we er dus weer uit na twaalf weken. Dat is een hele kleine ingreep. En daarmee krijgen we eigenlijk met een veel kleinere ingreep, kortere operatie, duur veel minder bloedverlies. Krijgen we eigenlijk ook een hele mooie vormcorrectie en niet alleen een mooie vormcorrectie, maar ook een verlaging van het risico op een te hoge hersendruk. Nou, dat zijn allemaal toepassingen die wij vanuit die distractiemogelijkheden zien. En ja, wij kunnen dus botten laten groeien door ze. Eigenlijk door te snijden en er kracht op te zetten, aan te trekken, aan te duwen. Botten kunnen heel veel hebben. En daarmee kunnen wij met name functie verbeteren, maar ook hoe je eruit ziet. En dat dat niet onbelangrijk is, dat blijkt uit Cato, Maar wat schoonheid echt is, laat ik in het volgende college zien.